Riet, er is weer een nieuwe tentoonstelling. Kun jij vertellen hoe deze tentoonstelling tot stand gekomen is? Jazeker. Zoals je weet hebben we elke paar maanden een andere tentoonstelling. En nu in januari en februari is het vrij koud in de kerk. Daarom hebben we besloten om niet op donderdag en vrijdag open te zijn, maar alleen op zaterdagmiddag en elke laatste zondag van de maand. Toen dachten wij van, nou, voor een kunstenaar is het niet zo leuk om dan een hele tentoonstelling hier te hebben hangen. Dan kunnen we misschien beter even kijken hoe we dat op kunnen lossen. Toen hebben we met het groepje die de tentoonstellingen hier organiseert gekeken wie heeft kunst thuis hangen en wilde het zo lang uitlenen. Nou, dat is gebeurd. En wat je hier zo aan de wanden ziet, dat is praktisch allemaal van mensen uit onze eigen groep. Ja, het is een werk van Jan Herman Koster, een schilder die rond 1900 actief was in Almelo en Kontrijen. En hij heeft hier behoorlijk naam gemaakt. In het Stadsmuseum is al een keertje een speciale tentoonstelling aan zijn werk gewijd geweest. En dit is een moerasje, een plas die nog steeds bestaat. Dat is de Bleskolk, singel, vlakbij het Meulenbelt. Het Meulenbelt staat hier nog niet, dat was toen nog een boerderij. Maar je kijkt hier heel in de verte, zie je de katholieke kerk. Om wat voor werk en van wie gaat het hier? Het gaat om Anneke Schuttevaart. Zij heeft liefhebberij in het maken van iconen. En dit is op de traditionele Russische manier op een paneel. En hier heeft ze er zelf een hele andere draai aan gegeven. Heeft het op een quilt uitgewerkt. En ik vind het verrassend om dat zo te zien. Dit werk is van de Hagenaar Wim Kemmers. Hij is overigens, in zijn latere jaren is hij naar de Betuwe vertrokken of naar de Bommelerwaard. En dit is een beeld uit de Bommelerwaard bij Nieuwaal. Een steenfabriek, een heel sfeervol plaatje, echt wat bij het rivierenlandschap hoort. We hebben hier twee boslandschappen. Eén van Marie Rijman, verwant aan De Ploeg, een bekende schildersgroep van voor de oorlog in Groningen, in de provincie Groningen. En deze is van Waarden, een heel andere aard. Maar twee boslandschappen en zo, dat is het mooie van deze tentoonstelling. Dit is een werk van Jan Gierveld, in 1994 gemaakt. Het is een flink groot werk en ja, dat kennen we eigenlijk wel van Gierveld. Gierveld is een van de grote namen hier in de streek. Nou, dit is de Gierveld waar het over gaat. Hier met blote bloemen. Heel mooi, echt heel mooi weergegeven.